Angela de Jong heeft flink wat rumoer veroorzaakt met haar felle kritiek op het seizoen van De Slimste Mens dat gisteravond ten einde kwam. Volgens de opiniediva van het AD waren de kandidaten in deze serie namelijk vrij dom mik. Met name jonge deelnemers gingen nogal eens de fout in. Wat een zure kritiek, vindt Soendos El Ahmadi. Ze briest in Khalid Sophie, ja, maar sorry hoor, heel veel boomers gingen wel klagen hierover. Dan denk ik, ja, misschien is je redactie gewoon te oud. Gastvrouw Sophie Hilbrand, ja, dat zou ook nog kunnen. Soendos, het zijn gewoon jonge mensen. Nienke de Jong, Angela's oud-AD-collega, daarop, het is ook uitgezocht, hè? Het is een heel gemiddeld seizoen qua slimheid. Sophie vervolgens tegen slimste finalist Martin Rombouts, Martin, jij las de column van Angela de Jong. Ze zegt, het wordt tijd dat de redactie van De Slimste Mens ingrijpt en de quiz redt. Martin, ja, ik zat in de trein terug van een optreden en ik dacht, dat wil ik dan toch even weten. Van, is dit seizoen dan zo slecht in vergelijking met toen? In de trein heb ik alles zitten optellen en gedeeld door en weet ik veel wat. Hij vervolgt, toen heb ik het vergeleken met de scores van het seizoen van Angela de Jong en toen bleek ons seizoen ongeveer 10,7% beter te scoren dan het seizoen dat Angela de Jong won. Er volgt een luid applaus in de studio. Soendos dan, wat een gedoe om te weten of Angela de Jong objectief is of niet. Martin, ze zat in een talkshow en toen zei ze meteen, ja, het gaat me niet om de scores. Ik zie wat ik zie, ik voel wat ik voel. Soendos, ik ga je één ding zeggen, de dag dat Angela de Jong je leuk vindt, dan moet je je zorgen gaan maken.